Ik ben jarig! En ik mocht eindelijk naar beneden. En we hebben dit lekker een ontbijtje voor mij gemaakt. En alles heel mooi versierd. Mama jarig? Beach day! Wat ben je aan het doen dan? Ik ben aan het trainen zoeken die. Oh wauw. Die is wel mooi. Ga je die anders hier in het koffertje doen? Zij zijn lekker aan het spelen daar. Deze is lekker aan het zonnen. We hebben een heel eigen fort. Onze eigen camping. Kan Cammy daar ook nog een beetje slapen hopelijk straks. We gaan zo even lunchen ook lekker. En een ijsje halen. Maar dit is echt de beste verjaardag ooit. Lekker relaxed. Genieten we ervan, Cammy. Ons mag je niet zo vaak snoepen, hè? Ze hoorde ook Els zeggen snoepjes. En ze gooide gelijk de schepjes neer en ze kwam gelijk kijken. Cammy, lekker? Kijk. Ons geliefde hellevoet. Nog een weekje. En dan wonen we hier ook. We gaan nu eventjes het terrasje opzoeken. En dan gaan we even lekker lunchen. Misschien op de terugweg gaan we ijsjes. Gaan we lekker. Kijk nou, hoe lekker. Gaan we lekker eten, meisjes? Ja. Oh, je bent zo mooi. Mama, ja, mama, mag ik de papa zien? Zit El daarin? Zo. Ik ben helemaal vergeten te filmen, maar iedereen is hier gezellig. Eventje ook. Hey! Lekker, gaat je staan? Ga je staan, helemaal los! Geweldig! Wat knap! Ja. Goed hoor. En Neen is er. En Jeff en mama. En mijn schoonmoeder. En daar zijn El en Cammy lekker aan het spelen. We hebben net pizza's gegeten, maar dat heb ik niet gefilmd. Je hebt foto's eronder, hè? Die kan je. Het huisje staat op tot screen. Dan kan je het onder. En die jurkjes. Laat eens wie er is. Het is Nenua. En we hebben lekker snoep gehaald. En drankjes. En nu gaan we samen lezen totdat Cammy wakker wordt. We hebben lekker gefietst. Naar het centrum. En Nenua heeft op die fiets gezeten. En nu gaan we een ijsje halen. Ja? Ja, ze zijn lekker groot. Lekker heel filling. Is het leuk? Lekker. Ja, mama gaat even wachten op Titi. Titi gaat een koekje voor jou halen. Ze heeft koek hoor, de meid. Lekker? Ja. Lekker. Mag ik ook? Zij zegt zij lekker. Mag ik ook? Dank je. Mama ook. Oh, dat is lief. Dankjewel. Mmm. Oh, is wel lekker. We zijn nu met de paard bezig.
Ja, dat is echt Cammy. Ze is zo snel afgeleid. Wil je aanraken? Ah ja? Oh, het is wel echt bang. Ja, ze wil alleen alles zien van de afstandje. Kijk eens. Oh, even jeuk, denk ik. Oh ja, al die, kijk, al die vliegen. Kijk, Cammy vindt het ook leuk. Ach, sorry, Koel. Sorry dat wij bang voor jou zijn. Ja. Maar je kwam wel echt op ons afgestormd. Zo. Hey. Oh, het is een vrouwtje. Ja, ik denk ook dat ze wel zwanger is. Misschien wel, ja. Niet om. Cammy, leuk hè, dieren? Kijk hoe lief ze samen spelen. We hebben net sparrows besteld. En de meisjes zijn weer bij ons thuis. Alsof ze nooit zijn weg geweest. Wat is dat? Mammy. En Cammy heeft mooie kleren aan, hè? Ga je staan? Ga je laten zien wat voor kleren je aan hebt? Oh. Wauw, rondje draaien. Oh, rondje draaien. Goed zo, rondje draaien. Oh. Nu zo. Doe maar. Oh, sorry. Nog een keer. Rondje draaien. Rondje draaien. Oh, en nu zo. Weer te laag. Oh. We moeten nog even oefenen met vloggen. Ja, ik kijk niet. Ja. Ik kijk alleen. Wij zijn gezellig in ons weekend naar het tuincentrum. Als een echt burgerlijk gezinnetje. Open? Je kan het niet in. Kijk dan, heel veel babyvissen. Ja. Er zijn nog meer vissen, hè? Even lunch tussendoor. En wat eet Cammy weer? Cammy. Wat ben je aan het eten? Lekker dat eten weer. Het is toch voor opa's verjaardag? Krijgt Cammy cadeautjes? Ik heb heel veel kleren. Echt waar? Ook zo. Dan ben je verwend. Oh. Wow, dat is heel leuk. Dat is leuk. Ik kan spelen. We hadden gedacht dat jij dan het zwembad dicht gaat gooien in het zaal. Kijk dan. Kijk dan. Oh, kruiwagen. Ik bedoel niet dat we spelen nog in het tuincentrum, hè? Wow. Leuk. Bedankt opa en oma. Zeg maar dankjewel. Kom nog eens. Ben je dan samen in de tuin spelen? Oh, en Hans komt ook erbij. Ja, ja. Dat is heel schattig. Wow. En we hebben nog een klein. Ik vind het helemaal leuk. Maar ze ook echt een buitenkindje. Ik lopen met haar pakje. Ik ga stuk. Heb je als je een grote tuin hebt, hè? Gaat ze achterom kijken. Goede avond, of nou ja, slechte avond. Wij liggen lekker op de bank, B&B te kijken, dat is dan wel weer goed. Met een theetje en een chocolaatje. Maar ik ben dus altijd bezig geweest, want
Gisteren zat mijn SD-kaartje dus vast in zo'n USB-C hub voor mijn laptop. En die heb ik geprobeerd eruit te krijgen met wat geweld. Kijk. Hij zat dus eronder vast. En ik moest dit dus openmaken om hem eruit te krijgen. En ik denk dat hij in de proces een beetje beschadigd is geraakt. Het is niet te zien, maar mijn laptop herkent mijn SD-kaart niet. En mijn camera herkent mijn SD-kaart niet. Dus eigenlijk alle beelden van de afgelopen 3 weken zijn we kwijt. En daar, ja, dat is zuur. Ik heb wel gelukkig nog wat filmpjes op mijn telefoon. Maar lang niet alles, dus daar baal ik wel heel erg van. Maar goed, we kunnen erover inzitten. Maar we kunnen ook de filmpjes gebruiken die ik de afgelopen 2 weken wel op mijn telefoon heb gemaakt. Dus die gaan jullie nu eerst zien. En daarna de beelden die ik dan verder schiet vanaf nu met de camera. Helaas. De beelden van de afgelopen tijd, dat waren vooral beelden van de verhuizing en van het klussen. En van de dag dat we de sleutel kregen. We kregen op 1 juli de sleutel. En daarna hebben we eigenlijk 2 weken lang non-stop geklust. Of nou, ik heb 2 weken lang non-stop geklust. Deze heeft wel nog gewerkt, ook tussendoor. 4 dagen en ik was die dagen ook vrij. Dus ik ben alleen maar hier bezig geweest. Mijn schoonvader heeft geholpen. En eigenlijk op de 6e dag, nadat we de sleutel kregen, gingen we gelijk al verhuizen. Dus toen hebben we hulp gehad. En zijn alle meubels en zo al hier gekomen. Dus we waren al heel snel over. En in de 2e week dan hebben we nog wat andere klusjes gedaan. En wat nog meer wel belangrijk was, was dat ik de echo had. Afgelopen maandag de pret-echo. En dat mijn zusje mee was. En dat ik daar eigenlijk lag met mijn ogen dicht. En mijn zusje naast me zat. En die mochten we wel meekijken. En daarna moest ik de kamer uit. En toen kreeg mijn zusje van een verloskundige te horen. Wat het geslacht is. En daar zijn we dus gisteren met z'n allen achter gekomen. Gelukkig heb ik dat wel vastgelegd op mijn telefoon. Dus dat zal je ook gewoon zien. En ja, dat is eigenlijk de grote happening van de afgelopen weken, wat jullie hebben gemist. En ja, we gaan gewoon weer verder met het leven. Ik heb vandaag gewerkt op kantoor in Utrecht. Voor het eerst weer, want de vorige dagen heb ik gewerkt thuis. En dat was echt heerlijk, want ik hou echt zo erg van het huis. We hebben helemaal het gevoel dat we op een roze wolk zitten. En dat we helemaal op onze plek zijn hier. Dus dat was heerlijk en vandaag moest ik weer de drukke stad in. En ik werd helemaal overprikkeld omdat ik in een soort van bubbel heb geleefd de afgelopen weken. En deze kijkt me echt aan alsof ik gek ben. Maar dat is denk ik alleen maar een goed teken. Because we love our home. En hier gaan we heel veel leuke dingen mee maken. En nu gaan jullie echt de beelden zien van de afgelopen weken. Dag! Sorry, ik kom ook hier wonen. Vind je het mooi, Cammy? Oh, zij gaat weer klimmen. Kijk, Cammy is de tuin aan het schoonmaken. Die heeft een hark en een bezem gehad van oma. En ik ben hier aan het behangen. Dat muurtje gedaan. En deze. Oh, het lijkt echt donkergrijs op film, maar het is een beetje groenig. En papa is hier dit allemaal aan het dichtmaken, want daar kwamen hele stukken van de muur. Toen we de stelling hebben weggehaald. En deze is hier, heeft ze alles afgeplakt en gaat ze dit nog verven. Ik heb hier alvast de tuin aan het schoonmaken. Ja. Mam, ga eens een stukje aan de kant. Hallo, ik ben al even bezig, maar ik ben mijn camera vergeten. Maar ja, ik ben toch met wat dingen bezig die ik wil laten zien. Dus ten eerste zie je er niet uit. Ik film dan mijn telefoon dan. Maar ik heb allemaal blindjes gezaagd. Dat zie je hier. Het is echt één grote troep en ik kan hier heel slecht tegen. Maar ik heb dat ding gebruikt om dit te zagen. Gisteren zijn deze kastjes allemaal geverfd.
Dus er moet er nog een laag. Dus ik ga deze eerst op de lades plakken. Op die laag. En op die lade. En dan krijgen ze een tweede lakbeurtje. Ons matras is niet normaal zwaar. Dat is belachelijk. Maar hij ligt wel lekker. Cammy, waar zijn we nou? Waar zijn we? Oh, mooie nieuwe bank. Wow. Zit die lekker? Gaan we naar boven toe? Boven ga toch naar boven, naar jouw kamer? Ja, ze was al in slaap gevallen, hè? Gaan we naar boven toe? Naar jouw kamer? Klimmen. Wat? Oma nou, oma is naar huis. Ja. En dit is ons huis. Ja. Zo'n Kenny's huis dit. Nieuw. Ga kijken in jouw kamer. Ja. Kijk in jouw kamer. Oh. Kijk. Wauw. Wat zei je? Al jouw spullen. Kijk uit. Die vind ik een beetje eng hier. Dat is een mooie kamer. Kijk, en al jouw boeken. Wow. Wat is dat? Jouw speelgoed. Oh, no. Ja, daar zit kleding in. Dat is niks, schatje. Jouw bed? Heb je jouw bed gezien? Oh, die is mooi. Kijk, Cammy. En daar kan je lekker zitten. Met je beer. Oh, wauw. Dat is een mooie tafel, zeg. Oh. Wow, ga je daar zitten? Mooi. Poppenhuis, Kim? Is jouw huisje. Vind je het mooi? Jouw knuffels. Nee, dat moet je stop, denk ik. Hier. Oh. Goed zo. Oh, ja, pardon. Echt plassen, zeg. Zat ik nu mama snik. Dus voor je. Wil Cammy een bad? Ja. Ja? Vind je dat lekker? Gaan mama bad maken dan? Gaan mama laten zien? Ja. Oké. Okay. Moet je wel even wachten, hè? Ja. Oké. Okay. Even kijken hoe dit werkt. Ik eerst een stop naar beneden. Cammy in bad? In badje? Een beetje warm. Ik moet heel even wachten. Ja? Ja? Ik moet even wachten. Hé, in bad? Leuk zeg. Dat is leuk. Wat zeg je? Hé, in bad hè? Ja, ik kon niet meer wachten. Dus ze zit lekker in bad. Ze was eigenlijk al in slaap gevallen in de auto. Maar toen ze de kamer zag, überhaupt het huis, kreeg ze weer nieuwe energie. We waren het huis in en toen zei ze altijd, nou? En ze wist echt niet waar we zijn. Want dat betekent, waar zijn we nou? En ze zei, oma weg en opa weg. Hè? En dit is ons nieuwe huis, Cammy. Vind je het leuk? Daar zit ik dan. Onze eerste avond in het nieuwe huis. Deze is Cammy op bed leggen, maar het is nogal een drama. Want ze was eigenlijk al om 6:30 in de auto in slaap gevallen. En daarna werd ze wakker omdat we hier waren. En ze het niet herkende. Dus nou ja, toen hebben we de kamer laten zien. Toen was ik helemaal enthousiast. Toen was ze nog in bad. En
daarna ging deze naar bed brengen, maar ja, nu is ze al zo moe en alles is nieuw dat het niet echt gaat. Dus deze legt lekker in ons bed. Hopelijk lukt het snel, want Nederland speelt. Dus ja, ik zit wel lekker erbij. Daar zit ik dan. De tv wordt morgen opgehangen, dan komt Joff even langs. En die stoelen zijn nu een beetje uit elkaar geschoven, zodat we de tv kunnen zien. Maar als die straks opgehangen, dan hebben we dat gelukkig niet meer. Verder, ja, I'm obsessed. Het is zo mooi. Ik vind het niet normaal. Ik vind het echt niet normaal. Er staan wel overal nog dozen. Ja, overal, al de camminderdozen zijn uitgepakt. Alles wat hier in de woonkamer hoort, dat is ook uitgepakt. En er staan in de eetkamer nog wat dozen met ja, rommeltjes die deze echt door het hele huis tegenkwam. Die moeten we nog even uitpakken. In de keuken staan nog 4 dozen met borden, pannen, dat soort dingen allemaal. En in de bijkeuken staan nog 2 dozen met boeken. En dan hebben we in de babykamer nog allemaal dozen staan met spullen die eigenlijk overal een beetje moeten, maar die geen haast hebben om een plekje te krijgen. Dus dan kunnen we een beetje doos voor doos alles een plekje geven. Kijk hoe gezellig het eruit ziet als je binnenkomt. Het is nu nog heel leeg, maar het is al zo gezellig. Daar zit mijn schat. Die zit helemaal uitgeblust. Hier zitten wij voetbal te kijken. En ik heb een oplader, want jouw telefoon is leeg. Ik vind het zo schattig. Kimmy zit nu in de boekjesfase. Dus gaat elke keer boekjes lezen. Hé, boekje lezen. En ze heeft allemaal stickers op me geplakt. Hier op mijn tenen. Hier op mijn been. En we zijn echt helemaal een soort van gesetteld. Gisteren alleen dat ik de lijst opgehangen. Echt super dom, want ik heb korte schroef. Te korte schroef. Dus deze lijst is gevallen. Nu is die kapot aan de onderkant. Ik ga even kijken of ik dit vandaag kan maken. Het zijn wel echt super mooi die afbeeldingen. En dan kan ik ze weer ophangen. Ook wil ik vandaag even de gordijnen ophangen in Kimmy's kamer en in onze kamer. En ook gelijk eventjes op maat maken. En ja, ik heb die kussentjes gehaald. Ze zitten nu allemaal een beetje lelijk bij, maar ik ben echt zo dood. En deze 2. Zo. Maar Kimmy was om 6:10 wakker. So I am dead. I am dead. Ik ga vandaag dat meubel daarachter nog even in de meubelvernis zetten. Om hem te beschermen. Dus ik ga eerst even wat plekjes aanstippen met lak. En dan doe ik die beschermer eroverheen. Ik merk nu dat er plekjes op komen. En ik heb zelfs nog een goede primer en zo gebruikt. Speciaal voor zulke meubels. Maar het werkt gewoon niet echt. Oh ja, en gisteren hebben we ook de trampoline in elkaar gezet. Ik denk niet echt dat je het kan zien. Maar ik kan het even filmen. Wat je wel kan zien. Oh, daarachter staat weer huisje in elkaar. En aan de andere kant, rechts, maar dat zie je nu niet, staat de trampoline al in elkaar. En als je goed kijkt, zie je hier palen. En daar maakt deze met haar vader een hekje om de vijver heen. Zodat Kimmy gewoon lekker kan rennen. Hier liggen al die hekjes. Zo'n schapenhek. Want dat hebben we hier ook aan de zijkant. Dus dat past wel een beetje bij het landelijke van onze tuin. En ik heb nu wel zin om weer de tuin in te gaan. Kimmy wilde ook al buiten spelen. Wil Kimmy thee? Nee. Wat wil je dan? Wil je koekje? Ja. Ja? Wat voor koekje? Ze weet wel helemaal waar het is. Waar wil je koekje? Andere kant, lepie. Deze. Wil je
Die. En je eet alleen maar de chocolade Smarties ervan af. Oh, hij is leeg. Wie heeft dit nou weer terug gedaan? Hij is op. Gaan we andere koekjes zoeken? Ja. Oké. Okay. Even deze weggooien. We moeten ook echt nog een nieuwe vuilnisbak. En hier staat nu nog een campingsetje, maar die willen we uiteindelijk, waarschijnlijk na onze vakantie, want we hebben best wel wat uitgaven, een ronde tafel. Ook niet heel groot, gewoon een kleine. En dan vier stoelen, want het is toch wel gezellig om hier te zitten. En ze hebben ook 's ochtends kleien en zo. Wat wil je? Wil je een chocolaatje? Wie die? Die? Je koekjes zijn op. Zullen we andere koekjes zoeken? Deze? Oké, mama, pak voor jou. Eentje, hè? Eentje, even wachten. Alsjeblieft. Doei. Doei. Ja, het is zo lekker wakker worden hier. Het huis is zo... Ach. I love. Morgen komt de eettafel hier. En ik ga die lijst ophangen. En die plant moet nog naar onze kamer. Nou, die dozen, daar zitten de eetkamerstoelen in. Dus die kunnen we eigenlijk ook wel vandaag uitpakken in elkaar zetten. En deze zien we nog deze dozen uitpakken. Daar liggen echt allemaal shit nog in. Ze heeft gewoon op het einde, toen ze naar het huis ging, alles wat nog los lag in één doos gegooid. En dat is deze doos. En dat is echt verschrikkelijk. Oh, en deze doos ook nog. Hier ligt ook nog een hoop in. Oh ja, dit. Ik weet niet of ik dit heb gefilmd. Ik weet niet of ik dit heb gefilmd, maar... Ik heb dit ook nog opgehangen. De spiegel. We hebben een nieuwe plant. En een nieuwe lamp. En dan de kleur van de lijst is ook een donkere houtskleur. Dus komt het een beetje terug. En mijn schoonmoeder is nog steeds bezig met de gordijnen. Dus ik hoop dat die ook snel komen. Want dat maakt het ook wel weer wat meer aangekleed. Cammy, is het lekker? Moet nog een stukjes doen op je bordje, toch? Ik ga even een bordje pakken. Niet op de bank met je chocola. Ze is lekker naar de stoeltje neergezet om chocola te eten. Maar het is nu op. Hallo, Puk. Nou, de laatste genodigde is gearriveerd. Ik film met mijn telefoon, want de camera doet raar met SD-kaart en zo. Ninootje is er. Oh ja, Ninootje. Hij is geen Ninootje meer. En we zijn compleet. Kijk, hier zitten ze allemaal gezellig. Ja, er zijn er twee. Oh. Ja, ga maar snel hoor. Hier. Dankjewel. Vind je het spannend? Ja, wat denk jij wat wordt? Ik denk een meisje. Jij? Ik denk ook een meisje. En wat denk jij? Ik denk ook een meisje. Oké. Okay. Wat denk jij? Meisje of jongen? Wat denk jij? Ja. Ja, oké. Okay. Wat denk jij? Ik denk een jongetje. Jongen. Nee. Wat denk jij, El? Meisje. En jij? Ik zeg niks. Oh, wat had je? Oh ja, mag ik zeggen. Wat dacht jij? Meisje. Ik dacht een jongen, maar omdat ik het altijd fout heb, dacht ik een meisje. Oh ja, dat is vorige keer eigenlijk. Ja. Jongen. Jij wil graag een jongen, dat is wat anders. Joff, wat denk jij? Ik denk een jongen. Een jongen. Het is een jongen. Oké, en mijn moeder denkt een jongen ook. Oké. Waar is hij dan? Ben je film of foto? Foto. Oké, ja. Je hebt toch meestal een plek waar je bent? Nee, dat is wel.
Kan het overal? Ja. Ja, het kan overal. Liggen! Wacht even, kijk. Oké, gaan we aftellen? Vanaf 5. 5, 4, 3, 2, 1. Zeg maar goedemorgen. Zeg maar ik heb lekker geslapen. En ik kreeg echt verschrikkelijke kramp in mijn been. Ja, goed zo. Ik kreeg echt verschrikkelijke kramp in mijn been. Zo. Morning. Dit is mijn morning look. Het is niet normaal. Maar het is dus werk. Ik had dat bij Cammy ook tijdens de zwangerschap. Dat ik gewoon 's nachts ook een verschrikkelijk erg kramp kreeg in mijn been. Dat is niet normaal. Cammy, wat gaan we doen? Gaan we buiten spelen? Ja. Dus ik kan heel de ochtend al niet wachten om naar buiten te gaan. Maar het gaat regenen, geloof ik. Dat is minder. Is dat jouw trampoline? Ja. Wauw. Goed hoor. Ik weet niet of ik het had gefilmd met mijn telefoon. Dus ik film het gewoon nog. Maar de salontafel is binnengekomen. We hebben de gordijnen nog opgehangen. Ik heb een andere lamp opgehangen omdat het wat meer bij het geheel past. En het kamerscherm neergezet. Dus zo ziet nu de woonkamer eruit. Even van voor het kastje filmen. Woonkamer. Met haar bureau. En dan de twee fauteuils. En de bank. Met de salontafel. En hier gaan wij eventjes ontbijten, want het gaat regenen. Cammy zit lekker kwark te eten met aardbei. Lekker? Maar de tafel is binnengekomen en ik heb de stoelen erbij gezet. De lamp is opgehangen. Het zijn lijsten met posters van foto's uit Indonesië. Om een beetje subtiel onze roots terug te laten komen. Een olijfboom. En een mooie spiegel. En ook hier hangen de gordijnen al. Dus ja, eigenlijk is dit gewoon allemaal helemaal klaar. And I am very happy with it. Het is altijd zo. We hebben alles al gekocht eigenlijk voordat we het huis hadden. Dus dan is het nog maar de vraag of alles goed samenkomt. Maar alles staat echt helemaal naar smaak. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik ga ook even kwark eten, want ik weet niet of dit goed gaat. Yummy! Ze is een beetje moe, denk ik. Ik had haar al in bed gelegd, omdat ze naar bed wilde. Maar toen zat ze toch weer rechtop en ging ze lachen en zo. Dus ik denk dat ze toch nog niet heel moe was, want het is ook al een beetje vroeg. Normaal gaat ze pas 12 uur of zo slapen en het was 10 uur en ze werd om 8 uur wakker. Dus ze was echt al na 2 uurtjes moe. Maar ik denk dat ze gewoon eventjes moest ontprikkelen, want ze was echt stout vanochtend. Wil je even schoonmaken? Nou heb je ook gemorst. Dat kan gebeuren, hè? Je doet wel heel goed eten. Heel goed. Heb je nog aardbeidjes gevonden? Aardbei verstopt. Waar is hij nou? Oh, daar! Dat de aardbei verstopt in de kwark. Aardbei ook. Mama ook? Mijn aardbei. Oh, de laatste denk ik. Ja. Cammy? Cammy laatste aardbei of mama laatste aardbei? Ja.
Op, aardbei. Aardbei op. Nu is aardbei op. Ja, op. Wil je nog kwark? Even wachten. Ik wil even je mondje schoonmaken. Oh, wil je drinken? Ja. Goed hoor van jou. Heel goed. Ik heb een beetje nap. Heel water. Ja. Ging je al ook water drinken? Ja. Oh. We zitten nu echt in een fase dat bij alles wat schoot... Ja, aardbei. Huh? Huh? Nee, is niet aardbei. Dat bij alles wat ze doet, ze ook denkt aan El en Ivy. Dus als ze gaat slapen, dan zegt ze ook, El ook slapen? En als ze in bad gaat, zegt ze, El bad? Zo, wij gaan eventjes naar de winkel. De boodschapjeszaak. Ja, we gaan ook koek halen. En we gaan worstje halen. Ja. Kipfilet. Koek. En avocado. Koek. En kwark. Koek. En koek, ja. Ik denk dat ik even de rugzak ga pakken ook. Even tas pakken. Ja, en dan gaan we lekker op de fiets. Goed. Goed erin. In. Andere kant ook. Goed zo. Duimpjes. Andere kant ook. Oh, gaan we naar de winkel? Wij zijn een kijkje gaan nemen bij de boerderijwinkel. Gaan we even lekker fruit halen, hè? Gaan we fruit halen? Ach, ik vind het zo zielig. Cammy zit daar te scheppen. En ze ging altijd achter die jongetjes aanlopen. Want ze wilden ook met hun meescheppen. Dus ze hebben hele grote scheppen. Toen ging ze altijd haar kleine schepje laten zien. En ze keken even niet naar haar. En ze waren eerst op die plek waar Cammy aan het scheppen is aan het scheppen. En toen gingen ze meedoen en toen gingen ze ergens anders scheppen. Dat vind ik zo zielig. Breekt echt mijn hart. Arme lieve meisje. Ja, herinnert me ook echt aan mezelf. Ik wilde er ook zo graag bij horen. We zijn herenigd. We gaan lekker eten hier in de Westing bij ons in de buurt. Dus dat deze laatst van werk, anders konden we lekker fietsen. Hoe lekker is het hier als het lekker weer is vooral. Kijk, die kinderen daar zijn gewoon aan het zwemmen. Dat deed ik vroeger ook.
En daar heb je allemaal terrasjes achter. En wij gaan bij deze voorste eten. Mama, mama opdoen. Het eten is er. Yummy, yummy. Wat heb jij? Ik heb gamba's en broodje. Ik heb niet brood. Ik heb lekker kapartje. Eet smakelijk. Cammy eet lekker gamba's van mij. Lekker? Wil je carpaccio? Ik wil carpaccio hoor. Ik weet niet of het kwam. Ik heb toch maar een steekje genomen, maar wel well done, helaas. En deze heeft ook steek. Deze heeft een tornado. Nee, of haas. En ik heb Argentijnse steek van Bavette. En Cammy eet lekker patatjes en een beetje vlees mee. We gaan nu lekker een ijsje halen. IJs halen! Het heeft heel goed gedaan. Je speen uitdoen. Anders kan je niet eten. Andersom. Zo. Kom maar. Mama, love you. Cammy en ik zijn in de tuin en we zijn allemaal dingen aan het ontdekken. En ze vindt het geweldig. Wil je nog meer bramen? We hebben dus bramen gevonden. En Cammy heeft ze geproefd. En vindt ze echt super lekker. Kijk. Hier groeien ze. En hierboven, als je goed kijkt, echt nog super veel. En daar nog. En hier groeien er appeltjes in de bomen. Kijk hoor, of we kunnen zien. Ik zie ze nu eigenlijk niet. Oh, daarboven hangt er eentje. Daar. Maar hij heeft niet heel veel vruchten. En hier. Het is een beetje plat gestampt omdat er een hekje is geplaatst. Maar hier is allemaal munt. Voor lekker munthee. Dat vind ik zo lekker. Dus ik voel me helemaal een boerin. Alsof we zelfvoorzienend zijn. Even wassen. Lekker hè? Ga je ze zoeken? Waar ga je ze zoeken? Zie je ze al? Pakken. Moet mama pakken? Oké, ga je er even af dan? Goed zo. Nu mama. Avond. Het is de avond voor Cammy's verjaardag. Het is 10:30. En we zijn bezig met voorbereidingen. Deze is haar keukentje in elkaar aan het zetten. De boel is ontploft. Deze is de keukentje in elkaar aan het zetten. Dat wordt de verjaardagscadeau. En dan gaan we voor haar inpakken. En dan morgenochtend surprise. En ik ga de keuken nu even versieren. Dat het morgen helemaal feestelijk is als ze 's ochtends beneden komt. Zo, de slingers hangen. Daar hangen de slingers. En de cadeautje is helemaal ingepakt. En dan kan ze morgenochtend als ze beneden komt, de ogen uitkijken en de cadeautje uitpakken. Ben je benieuwd? Ik ook. Ze heeft ook vandaag van Bing & More een step gekregen.
Nou, en die doet het goed hoor. Ze vindt het geweldig. Dus de eerste goede cadeau is al binnen. Hopelijk valt het keukentje ook zo in de smaak. Dat kun je wel zien. Dat is Cammy. Cammy. Dat vinden wij alle zo prettig. Ja, ja. En daarom zingen wij play, 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 play. Zij leven lang. Hoera, hoera. Zij leven lang. Hoera, hoera. Zij leven lang. Hoera, hoera. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. In de glorie. In de glorie. In de glorie. Hiep, hiep, hiep. Hoera. De piep. Jonge! Jimmy 2 jaar! Jimmy jarig. Gefeliciteerd meisje. Jimmy 2 jaar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Straks doen we een enthousiaste versie, hè? Go, 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 go. Oh, oké. Okay. Dat is niet jarig. Kijk in de keuken. Wat is in de keuken dan? Een cadeautje. Wat is dat? Hier is jouw cadeau. Maar je hoort trekken. Zo, 1, 2. Openmaken. Ja. Zo. Lekker, ga maar trekken. Wat is dat voor ons? Wauw. Dat is leuk. Vind je mooi? Ga je koken? Cammy lekker spelen. En mama lekker koffie maken. Het is jarig, zijn pookjes vieren feest. En staartje kon niet meedoen. Zo, groep solo. Is ook een. Wat? Wow. Je bent zo dramatisch. Mama, stappen. Oh, oh nee. Goed hoor, je leert wel snel. Afgeleid. Verjaardag ontbijtje. Happy birthday. Lekker hè? Mmm.
bedoeling dat we naar de Flipjeszuil gaan in Ouddorp. Dat is een hele grote speeltuin. Maar Cammy heeft iets van 2,5 uur geslapen of zo. En ze werd pas om... dat was het. Zo kort voor 3 werd ze wakker. Dus toen dacht ik, ja, dat heeft geen zin. Want we hadden om 5 uur afgesproken om met Nena bij de McDonald's te eten met de meiden. Dus nu zijn we naar een speeltuin in Hoogvliet. En daar komen El en Nena en Ivy ook zo naartoe. Dus dat vind ik Emmy ook helemaal leuk. Uiteindelijk maakt het voor haar toch niet uit waar ze speelt. Heb je die van El gekregen? Ja. Ik dacht dat het alleen gebogen. En waar is... Oh. Oh. Ga je openmaken, Cammy? Het is nog een verrassing. Hij zit er, hij ligt daar zo achter die wip ding. Oh ja, haar helpen. Oh, daar is ook openmaken. Ja. Petje. Openmaken. Wat cadeautje van El. 1, 2. Wauw. Die is mooi. Die is mooi. Oh, die heb je goed uitgezocht, El. Openmaken. Wauw. Oh, kijk. El heeft er ook één. Die is van El. En heeft Cammy ook één. Wauw, je pop. Je pop met haar, je hebt niet langer een baby. Die is van El. En die is van Cammy. Ja. Ja. Vind je het mooi? Ja, mijn wel. Mooi, hè? Baby. Is een baby. Die van El heet Faya. Hoe heet die van jou? Die, die ah, baby. Wat is Lena? Jouw Ja, goed zo. Goed zo.